Hoi, hoi, we staan nog altijd in een zeer koud Wallaby Belgium. En wat kijken we eigenlijk uit om ons op te warmen? Hierachter. En wat staat hierachter? Ja, je kunt het al zien. Hè. Het gigantische bouwwerk van Wallaby Belgium. Dus Wallaby Belgium heeft in 1987 Aqualaby geopend. En dit is ja, de grootste investering die het park ooit gedaan heeft. Een investering van maar liefst 30 miljoen euro. Klinkt misschien dronken, maar het is gewoon mijn lippen die plakken aan elkaar van de koudheid. Nu, wat zien we hier? Dus vier nieuwe slides, ofwel ja, zes eigenlijk, want het zijn twee dubbele slides. Hier links zien we eigenlijk een eerste glijbaan, een soort van racerglijbaan. Een racerglijbaan met matjes waar je eigenlijk met je hoofd naar beneden gaat glijden. Er komen vier punten waar dat je elkaar gaat tegenkomen. Dus om zo eigenlijk het competitiegevoel alleen maar te vergroten. De toren zelf, dat is een immense toren van 25 meter, bestaat dus uit vier glijbanen. Twee glijbanen gaan vertrekken op een hoogte van 16,80 meter. En waaronder dan die eerste racerglijbaan. En dan twee glijbanen, de twee langste glijbanen, ook de twee snelste glijbanen, die gaan dan nog hoger vertrekken vanuit een punt van 21,60 meter. Dus we zien hier eigenlijk ja, een overzicht van de vier glijbanen. Wat zien we hier recht voor ons? Ja, is de langste glijbaan, is een soort van waterblaster, waar dat je eigenlijk ook gaat racen tegen elkaar. Dus is ook een dubbele glijbaan. En daar ga je dus ook, denk vier keer elkaar tegenkomen om zo weer al dat race-element te vergroten. Dus we zijn nu in de laatste fase. De bouwhekken zijn hier al verdwenen en zijn vervangen door echt permanente hekken. Dus wordt hier toch echt wel aan de laatste hand gelegd. Glijbanen zijn ondertussen ook al uitgebreid getest. En zullen ja, zeer binnenkort door ons getest worden. Hè. Dus wat zien we hier dan? We zien die waterblaster. We zien hier dan... daar zien we eigenlijk een flying saucer element waar je dus door vliegt om dan vervolgens hier in die soort van golf terecht te komen. Het is een soort van ja, indoor en outdoor glijbaan, want dit stuk is niet overdekt. Dus gaat in de winter toch ook wel een bijzonder effect hebben. En dan hier voor ons, de draaikolk, wordt dan eigenlijk de kortste glijbaan, maar toch nog een glijbaan van 836 of 137 meter zelfs. Dus is zeker ook niet kort, maar gaat wel de snelste glijbaan zijn met een snelheid van... maximum snelheid eigenlijk van een 50-tal kilometer per uur. Ik denk dat deze ja, iets van een 44 kilometer per uur is. Het zijn glijbanen gebouwd door ProSlide, Canadese waterglijbaanbouwer. Wat toch eigenlijk wel de ja, absolute wereldtop is in zaken bouwen van waterglijbanen. De toren is nieuw. Dit stuk wordt gebouwd op een stuk parking van Wallaby Belgium. En vanuit de Rapido, dus de wildwaterbaan, is dus eigenlijk een soort van overdekte tunnel gebouwd naar het nieuwe gedeelte. Op foto's ziet het er al best indrukwekkend uit, maar ik kan jullie vertellen, als jullie ervoor staan, is het echt een waanzinnig groot project. Het is ongelooflijk. Het park is ook aan de andere kant nog aan het uitbreiden met een soort van tuin. Die tuin zal deze winter nog niet geopend zijn, maar zal dus ook in het voorjaar openen met heel wat exotische planting. De mogelijkheid om buiten te zitten. Dus ja, hier nog eens vanuit een andere hoek bekeken. En ja, de toren zelf lijkt helemaal gemetseld te zijn, ziet er echt wel kwalitatief uit. Van binnen gaat het een soort van surfthema krijgen. Waar dus heel veel gewerkt wordt met blauwe elementen in die tunnel. Heel veel surfplanken zullen opgehangen worden, dus echt wel dat surfthema. En ja, binnenin komen er heel wat
nieuwe beplanting, exotische beplanting, dus ook daar weer. Het is niet enkel deze toren. Men is ook aan het zorgen dat heel het park wordt opgefrist. Dus keerzijde van de medaille is natuurlijk wel het prijskaartje. Investering van maar liefst 30 miljoen euro. Dus dat moet er natuurlijk ook uitgehaald worden door het park. Dus ja, de inkomprijs van Aqualibi gaat ook een tiental euro stijgen tot 35 euro, wat dus ook wel niet mis is. Voilà, dan gaan we hier afscheid nemen. We gaan weldra een bezoekje brengen aan Aqualibi en de glijbanen zelf uittesten. Dus we kijken er ontzettend naar uit. Want dit is toch echt wel een uitbreiding die ongezien is in België. En ja, eigenlijk ook wel daarbuiten. Ik zou deze investering, Aqualibi, toch wel het park nummer uno durven noemen nu van de Benelux. Waar dat tot voorheen duidelijk was. We moeten ze nog testen, maar met alles wat we gezien hebben, zou ik daar toch wel echt mijn geld durven op zetten. Maar ja, we gaan ze zeer binnenkort testen. Bedankt om naar deze video te kijken. Vond je hem leuk? Duimpje omhoog. Bekijk zeker ook onze vorige bouwupdates. En vooral, abonneer op het YouTube-kanaal, want er komen nog heel wat video's aan de komende tijd. Jullie horen het. Jullie zien het misschien ook, ik zie rood. Het is niet van een drank. Maar een goede amaretto zat er nu wel goed in schuiven. Dus voilà, we gaan ons een beetje opwarmen. Bedankt en tot een volgende video.